Goedendag, kijkers en luisteraars. Waar het gaat om het kiesstelsel, is het duidelijk, moeten we goed begrijpen. Waarom zijn bepaalde landen rijk en waarom zijn bepaalde landen arm? Waarom zijn landen zonder natuurlijke hulpbronnen, zonder goud, zonder olie, ja, zonder zoveel zoetwater, zonder bos, zonder hout, zonder vis, zijn ze rijk. Terwijl andere landen zoals Suriname met goud, hout, bauxiet, bos, vis, allemaal hebben we, maar we zijn toch arm. Omdat het bestuur van het land, de bestuurders van het land, in de rijke landen gewoonweg betere kwaliteiten hebben. En je moet betere leiders hebben, goede leiders hebben, die verstand hebben van hoe je een land ontwikkelt. Wil je ervoor zorgen, wil je hebben dat het goed gaat met jou en met jouw land. En in die rijke landen is het zo dat men de rijke, de goede leiders, de leiders met de beste capaciteiten kiest. Dat men de leiders met de beste talenten kiest. Dat men de politici die het best het land vooruit kunnen brengen. Dat men de politici kiest die het best het land kunnen ontwikkelen, kunnen opbouwen. Dat doen ze allemaal met een kiesstelsel die ervoor zorgt dat de beste talenten gekozen worden. En dat als je goed kijkt daarna, als je goed kijkt naar welk kiesstelsel de economische ontwikkeling van het land het beste bevordert, als je goed kijkt, dan wil je een kiesstelsel hebben die ervoor zorgt dat het land het beste vooruit gaat, dat er economische ontwikkeling is, dat er opgebouwd wordt, dat er fabrieken komen, dat er projecten komen, dat er nieuwe sectoren ontwikkeld worden, dat de koopkracht stijgt, dat de inflatie omlaag gaat. Als je al die zaken wil hebben, dan moet je een kiesstelsel hebben die ervoor kan zorgen dat je leiders kiest die dat kunnen brengen, die dat kunnen leveren. En de landen, je moet te kijken wie internet heeft op de Human Development Index. Welke landen zijn de top 30, top 40 landen? Dat zijn allemaal landen die een kiesstelsel hebben voor landelijke evenredigheid. Allemaal hebben ze landelijke evenredigheid, omdat dat kiesstelsel ervoor zorgt dat je op een betere wijze, op een efficiëntere wijze, de beste leiders kiest. De landen die een districtenstelsel hebben, die zijn bezig systematisch achteruit te gaan. Het is een kwestie van niet in een jaar, niet in 2 jaar, maar ze gaan systematisch langzaam maar zeker achteruit. Het beste voorbeeld is Engeland, is het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië om het zo te zeggen, die heeft een districtenstelsel en zij gaan constant achteruit. Hetzelfde geldt ook voor de Verenigde Staten van Amerika. Die kent een districtenstelsel. En Trump was gekozen. Donald Trump was gekozen met minder stemmen dan de tegenstander, mevrouw Clinton, die verloren terwijl ze de meeste stemmen had gehad. Dus je krijgt slechte leiders die met minder stemmen gekozen worden, maar die worden wel president. Dat krijg je door het districtenstelsel. Het districtenstelsel is onrechtvaardig, omdat het ervoor zorgt dat mensen met minder stemmen president of premier worden. En dat is een van de grote problemen van de democratie in die landen. Immers, wat wil democratie zeggen? Democratie zeggen wil zeggen dat een bestuurder, een regeerder,
een vicepresident, een minister, een president, wie dan ook, elke bestuurder in een democratische staat moet mandaat hebben van de kiezer, van de samenleving. En wanneer het om een president gaat, dan moet hij direct mandaat hebben van de samenleving. Als hij dat niet heeft, dan is hij eigenlijk niet echt democratisch gekozen. En daarom is de landelijke evenredigheid het meest democratische systeem. Ook omdat bij landelijke evenredigheid het percentage stemmen, het percentage geldig uitgebrachte stemmen. Bij landelijke evenredigheid is het percentage geldig uitgebrachte stemmen welke niet bijdraagt aan een zetel, aan een parlementszetel, is heel klein. In Nederland is het zo dat minder dan 5% van het aantal stemmen gaat verloren. Dat wil zeggen, het draagt niet bij aan een zetel, aan een parlementszetel. In Suriname gaat 30 tot 40% van het aantal geldig uitgebrachte stemmen gaat verloren. Het draagt niet bij aan het kiezen van een parlementslid, van een parlementszetel. En daarom is het districtenstelsel een ondemocratisch stelsel. De mensen, de politici, de mensen die een districtenstelsel prefereren, graag willen hebben, die willen alleen maar sjoemelen. Ze willen sjoemelen, ze willen via een omweg, via corruptie, willen zij in feite in het parlement komen, willen zij assembleeleden gekozen hebben. En het beste voorbeeld is Suriname, waar je kan zien dat de districten die de meeste zetels hebben, waar je weinig stemmen nodig hebt, waar je maar een paar honderd stemmen nodig hebt om een zetel te krijgen, zoals in Sipaliwini en in Koroni, dat de districten het meest achteruit gaan. Het argument dat de districten dan vooruit zouden gaan als ze via een districtenstelsel hun DNA-lieden zouden kiezen, is daarom niet juist, want de districten zijn de meest arme districten, Koroni en Sipaliwini. En wat ook duidelijk maakt, is dat in feite in het districtenstelsel zoals met Koroni en Sipaliwini een groot aantal stemmen verloren gaan. En ik denk dus dat daarom de mensen u moet begrijpen dat landelijke evenredigheid overal ter wereld meer welvaart en welzijn brengt, omdat het de betere politici, de betere bestuurders kiest. Anderen zeggen dat je via het districtenstelsel een district een stem geeft in de Nationale Assemblee. Maar dat is onzin, omdat je als vertegenwoordiger, je bent geen vertegenwoordiger van het district. Je zit niet in een districtenparlement, je zit in het parlement van het land. Dus een vertegenwoordiger van Koroni, die gekozen is in Koroni, is geen DNA-lid van Koroni, is DNA-lid van Suriname. Daarom is dat districtenstelsel onzin. Het brengt mensen op verkeerde ideeën. Het laat de verkeerde mensen kiezen. Het zorgt ervoor dat het parlement vol zit met mensen die geen benul hebben, geen enkel benul hebben van hoe het land te besturen. En je hebt mensen nodig die degelijke kennis hebben van bestuur van het land. Waarom? Omdat zitten in het parlement, zitten in de ministerraad, zitten in het bestuur van het land betekent dat je beslissingen moet nemen. En de mensen die de goede beslissingen kunnen nemen, ja, die moeten kundig zijn, die moeten deskundig zijn, die moeten in staat zijn om binnen de kortst mogelijke tijd de beste beslissingen te nemen. En die kun je alleen allokeren, die kun je alleen recruteren via landelijke evenredigheid. Daar ontmoeten, daar gaan
alle mensen, de beste talenten van het land, gaan met elkaar concurreren. En dan kun je de beste talenten kiezen. Want als je vooruit wil gaan, als je het land wil opbouwen, dan moet je het hebben van de beste mensen. En niet van de meest slechte mensen in het DNA.